Maastricht telt in totaal zo'n 5500 rijks- en gemeentelijke monumenten. Maar in de loop der jaren kan de oorspronkelijke functie van zo'n monument verloren gaan. Leegstand vormt dan vaak een bedreiging. Om het te behouden voor het nageslacht gaat men veelal naastig op zoek naar een nieuwe bestemming. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel Maastrichtse monumenten zo een nieuw leven gekregen. Mag ik zo vrij zijn om te veronderstellen dat er vele, en ook veel Maastrichtenaren, deze plek niet kennen? De plek waar we nu staan, bij de Ochterpoort. Vanaf de openbare weg en vooral vanaf de Bosstraat is de kerk niet te zien. Het ligt op een binnenterrein. Het gaat om een kloosterkerk. Een kloosterkerk van de zusters van het arme kind Jezus. En die hadden een klooster hier zo in de refugie van Hocht. En de refugie van Hocht is later in andere handen gekomen. In de 19e eeuw is het bevolkt door de zusters van het arme kind Jezus. En die hebben toen hier deze kerk laten bouwen. Het is een neogotische kerk. En die neogotische kerk is een voorbeeld van de vele neogotische kerken die in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland tot stand kwamen. In totaal zijn er 200 in Nederland gebouwd, waarvan 100 door de welbekende Pierre Cuypers. Deze kerken hebben het moeilijk. Waarom hebben die het moeilijk? Omdat deze kerken constructief vaak problemen kennen, in het onderhoud buitengewoon duur zijn en niet zo makkelijk te herbestemmen zijn. Maar hier is een nieuwe bestemming gevonden en daar gaan we naar kijken. Welkom in de zogenaamde Food Church. Ik moet meteen de naam corrigeren, want het is geen church, het is een kapel. En waarom is het een kapel? Een kerk heeft een parochie en een kapel was een onderdeel van een klooster. Het klooster was het klooster van de zusters van het arme kindje Jezus. En reikte helemaal tot in het gedeelte wat nu Bosstraat Oost heet. Dat is echter in de 70 jaren afgebroken. Dus de kapel blijven staan met de panden aan de Bosstraat. Ik ben gevraagd op enig moment om hier een overdekte marktplaats te ontwerpen. En we zijn ooit begonnen om ook de binnenplaats helemaal te overkappen. En dan waren eigenlijk alle gebouwen die hier aan de voorkant ook aanwezig zijn, waren betrokken in het hele concept. Maar destijds viel de corona in die periode van nadenken. En toen bleek dus dat niet zo'n goed idee was, want de horeca viel helemaal stop. Opdrachtgever zegt, moet ik niet doen, ik kan beter iets met wonen doen. En dat hebben we gedaan, dat is wat we nu zien. Dus het houten volume hebben we in de kapel gepositioneerd. Op pootjes, waar een achttal studentenappartementen in ontworpen zijn. Er zit een staalconstructie in. Het is een losstaand element. Bewust hebben we gekozen voor andere materialen dan hetgeen waarmee de kerk gebouwd is. Het is een houten doos, dat is fremdkörper eigenlijk in die ruimte staat. We hebben hem bescheiden gehouden, waardoor we gewoon ook die ruimtelijkheid van die kerk eigenlijk overal kunnen ervaren. Het is een vrije vorm geworden, het is geen hoekige vorm of weet ik wat, het is een vrije vorm wat ook in contrast is met hetgeen waar het kerkinterieur uit bestaat. De begane grond is restaurant.
En dat was niet zo'n makkelijke opgave, want als je een restaurant combineert met wonen, dan heb je te maken met brandscheiding en dan heb je te maken met vluchtwegen. Geluid is erg belangrijk, dat we dat ook dempen. En dat is allemaal in deze doos is dat opgelost. Een vluchtroute, er is één wenteltrap die als een wokkel naar beneden gaat. Waarom een wenteltrap? De wenteltrap, we moesten met die trap door het zogenaamde oxaal. Dus vroeger stond het zangkoor op die eerste verdieping en we zien daar een stukje nog van uitkomen. Een cirkel is gewoon de kleinste oppervlakte die een trap nodig heeft om door een verdiepingsvloer te gaan. Dus daarom is er voor een cirkel gekozen, waardoor we zo min mogelijk het monument hoefden aan te tasten. En toen heeft het een tijdje leeg gestaan. En in die periode heeft de gemeente Maastricht het pand aangekocht en heeft er een tijdje lang heeft hier het regionaal historisch centrum ondergebracht gezeten. Die konden er niet zonder meer in. Daarvoor moest een dikke vloer gestort worden, want al die archieven die wogen vreselijk zwaar. Dus men heeft hier een 30 centimeter vloer in moeten storten om al die rekken met boeken te kunnen stallen. Maar dat heeft voor ons het voordeel gehad dat we dus een dikke plaat hadden van beton. En die dikke plaat van beton, daar konden wij vervolgens onze kolompootjes op zetten. Als we naar het kerkinterieur kijken, zijn dat met name, wat ons opvalt, zijn de dwingende straminen. Met de lycenen daarin, de kolonetten uiteindelijk, die uiteindelijk eindigen in een kapiteeltje en daaruit ontspringt het kruisribgewelf. Als we aan de buitenkant kijken, ja, waarom? Momenteel is het een gemeentelijk monument, het is geen rijksmonument. De gebouwen aan de straat zijn rijksmonumenten. Dit is een gemeentelijk monument, omdat dit van een veel latere datum is. Even dit gebouw dateert uit 1906. Aan de straat dateerde gebouwen 1530, 1590. Dus dat is van een hele andere categorie. Maar de gemeente heeft wel opgepakt om dit pand te beschermen. En dat zien we ook aan de hele architectuur. Het is een hele verzorgde architectuur aan de buitenkant. De ornamentiek, de gebruikte materialen, de smalle hoge ramen, lancetramen noemen we dat, die hele smal hoog, die bekroond worden door een cirkel weer. En dat tezamen vinden we van dat we dat moeten beschermen. Het herbestemmen van religieus erfgoed is een gevoelige thematiek. Daarover wordt zeer verschillend gedacht. Er zijn mensen die vinden dat alleen waardige herbestemmingen op de plaats zijn. En dan denken ze met name aan culturele en maatschappelijke functies. Maar wanneer er sprake is van commerciële functies, zoals bijvoorbeeld in een food church, dan hebben ze vaak kritische kanttekeningen, omdat ze vinden dat niet iedere herbestemming waardig is. In dit opzicht denk ik dat het verstandig is dat iedereen zelf gaat kijken en zelf gaat oordelen wat hij van de betreffende functie vindt. En dat niet alleen, ook eens kijken van wat met de ruimte is gedaan. Omdat een kerk in het algemeen een spacieus karakter heeft. En de vraag is of door de invulling met deze functie die spacieusheid geweld wordt aangedaan.